gewoon iets leuks over hem te weten gekomen van waar je zegt van goh, dat had ik nou nooit achterop. Nou, wat ik heel leuk vind is dat ik Sjoels hele familie beter heb leren kennen en iedereen om me heen, Krijnemans daar en Arie en Annemarie. Dat zijn allemaal hele leuke, lieve mensen die ik anders niet zou hebben ontmoet. Dat vind ik hartstikke leuk. En heb jij van hem echt dingen ontdekt? Nou, ik heb van hem ontdekt, kijk, dat hij zei, hij kan geniaal spelen en hij is echt heel erg aardig. En dat komt heel weinig voor. Je hebt mensen die zijn waanzinnig, maar dat zijn meestal geen aardige, weet je wel? Hè? Je hebt een beetje sterrenlurig. Nee, dat zijn gewoon geen aardige, op de andere manier geen aardige, maar hij wel. En hij te veel in een muziek. Hij is ook, maar dat komt omdat, ja. Ik bedoel, waarom ben je eigenlijk jazz gaan... Weet je wel, hij heeft daar niet, volgens mij geen eens over nagedacht van jazz. Ik bedoel, hij speelt gewoon, weet je wel. Maakt het uit hoe je het noemt, als het maar swingt, weet je. Ja, maar het is ook een soort van, als je op een gegeven moment voor jezelf weet waar de prioriteiten liggen. En hij heeft de motto van Louis Armstrong, hij. Ja. Die hangt bij mij aan de muur, ja. Ja, vind ik ook. Het is wel een goede motto. Goed van motto. Way back I set myself to be a happy man and made it. Die hangt al jaren bij mij in de muur. Ja. Dat is een uitspraak van Louis Armstrong. Als je daar naar kijkt, dan wat denk je daarbij als je die tekst ziet? Nou, dat heb ik op een gegeven moment, op mijn 24ste, heb ik dat in de muur geplakt en dat nagevolgd. En dat is ook waarom het zo makkelijk samenwerken is, wat je met Jules en met Ger. Het is voor ons allemaal, ook in New Cool, de muziek staat op nummer 1. En het plezier in de muziek maken, dat komt vanzelf als je goed focust op waar je mee bezig bent. En als dat allemaal, als iedereen, zeg maar, als mensen een dubbele agenda hebben, dan houdt het al snel op. Maar als je gewoon weet waar het over gaat, dan is het vanzelf, wordt het vanzelf heel makkelijk. Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Ja. Het is gewoon heel duidelijk. Ja, en duidelijk waarom we het doen. Ook het besef dat je wat je ook, kijk, dat ook, ja, je moet ook niet van dat het fout zou kunnen gaan of, ja. Dat weet je wel, nee, ik bedoel, we alles wat er gebeurt, het is, ja. Dat is toch zo?